Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video waar het tentamen van ARWE 1 centraal staat. Eerst zal Sander en ik jullie een aantal tips geven over tentamen. Daarna zal Sander jullie laten zien hoe een online tentamen precies in zijn werk gaat. En tot slot zal de heer Jensma een aantal praktische vragen beantwoorden. En voordat we het over het online tentamen gaan hebben, willen we jullie eerst de Aletta Jacobs al laten zien. Hier vindt normaal het fysieke tentamen plaats. En normaal wemelt het hier van de studenten. Die komen of met de bus, lijn 15, of met de fiets, namelijk via de Zernike route. Ja, en leuk om te weten is dat de Aletta Jacobs al afgelopen jaar is uitgebreid. Dankzij deze uitbreiding zijn er meer studiefaciliteiten, meer tentamenruimtes en meer collegezalen beschikbaar. Door de verbouwing kunnen we de Aletta Jacobshal helaas niet van binnen laten zien, maar we gaan nu wel voor het gebouw een paar tips geven over het tentamen. Met betrekking tot een online tentamen is het extra belangrijk dat je goed bent voorbereid. Lees daarom van tevoren alle instructies goed door op Nestor. Deze kun je vinden op het voorblad. Check dat dus vooral, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Ondanks dat het tentamen dit jaar online doorgang vindt, zorg ervoor dat je je tentamen voorbereidt zoals je dat normaal ook doet. En zorg dat je normale ochtendroutine aanhoudt. Neem bijvoorbeeld een douche, doe je kleding aan en vooral tijdens het tentamen zet je mobiel uit. Bereid je dus goed voor op het tentamen. Zorg daarnaast dat je in een stille omgeving je tentamen maakt. Zoals de heer Koolman altijd zegt, het recht vergt al uw aandacht en dat is helemaal het geval bij een tentamen. Vertel daarom je huisgenoten dat je een tentamen hebt en zorg ervoor dat niemand je kan storen. Naast dat je de optimale focus moet hebben voor een tentamen, moet je ook altijd goed op de tijd letten. Zorg dat je altijd beschikt over de tijd en deel van tevoren alvast in hoeveel tijd je hebt per tentamenvraag. Bovendien staat er op Nestor een oefententamen voor je klaar. Maak dit vooral zodat je weet hoe de omgeving van je tentamen eruit ziet. Zo kom je niet voor technische verrassingen te staan. Je kan op het tentamen geen markeringen en aantekeningen aanbrengen. Werk daarom met een klappapiertje, zodat je bijvoorbeeld weet wie er in de kaas contact met elkaar hebben gehad of dat je de relevante feiten of leerstukken op een rijtje wilt zetten. Een meer algemene tip is het aanbrengen van structuur in je wetboek. Je kan bijvoorbeeld per week of per rechtsgebied een kleurtapje gebruiken. Zo heb je meer overzicht en door zelf je wetboek te tappen heb je straks meer tijd om je vragen te beantwoorden. De laatste tip die we jullie meegeven is dat je de arresten en de stof goed moet beheersen. Het is wellicht door de omstandigheden nu een open boek tentamen, maar zorg ervoor dat je de kennis paraat hebt en dat je de concrete casus goed en volledig kan beantwoorden. Je zal maar weinig tijd hebben om dingen op te zoeken in je boek. Zorg dus dat je alles goed op een rijtje hebt. Sander gaat jullie nu laten zien hoe het online tentamen in zijn werk gaat. Zullen we gaan? Ja. Nou, ik ga jullie meenemen in mijn voorbereiding op het tentamen ARWE1. En ik heb een aantal dingen alvast klaargelegd. En zorg dat als jij je online tentamen gaat maken, dat je ook alles klaar hebt liggen voor het tentamen. Dat je startklaar bent. Nou, wat ik bij me heb is het hoofdstuk in Nederlands recht. Ik heb inleiding in het Nederlands recht van Verheugd. Nou, niet je studentenpas vergeten voor als je na die tijd eventueel opgebeld wordt en dat je moet identificeren. Ik heb hier een kladblok voor als ik de feiten op wil schrijven en de kern van een vraag eventjes op een rijtje wil zetten. Ik heb hier de wetboeken bij me, natuurlijk niet onbelangrijk. Misschien wel het belangrijkste onderdeel wat je bij je moet hebben tijdens het tentamen. Een verschil tussen een fysiek en een online tentamen is dat een fysiek tentamen normaal 3 uur duurt, maar voor je online tentamen heb je 2 uur de tijd. Nou, het tentamen ARWE1 zal als apart vak op Nestor aan de rechterzijde bij de rest van de vakken verschijnen, als examen ARWE1. En dat zal om 8 uur, dus een half uur voor je tentamen, zal dat daar verschijnen. Zorg dan dat je ingelogd bent en dat je weet of jouw tentamen voor jou klaar staat. Mocht je last hebben van technische problemen, op het voorblad staat een linkje naar het Student Support Team. En zij kunnen je helpen met alle technische problemen die zich eventueel voordoen tijdens een tentamen. En raak niet in paniek, vul even het formulier in van het Student Support Team en ze zullen je zo snel mogelijk weer op weg helpen, zodat jij je tentamen kan vervolgen. Zoals jullie wellicht weten bestaat het tentamen uit het onderdeel rechtsvorming en rechtsvinding. Het onderdeel rechtsvorming gaat over de voorgeschreven literatuur, de hoorcolleges en de werkcolleges. En in het onderdeel rechtsvinding krijgen jullie een deel van een arrest waar jullie vervolgens vragen over moeten beantwoorden. Tentamen ARWE1 bestaat uit 10 vragen. En je kan zo lang doen over een vraag als je wilt, maar hou de tijd altijd goed in de gaten. Wat een goede indicatie is, is dat je 10 minuten kan besteden aan een vraag rechtsvorming en 15 minuten kan besteden aan een vraag rechtsvinding. Vervolgens staat ook bij elke vraag aangegeven hoeveel minuten je ongeveer kan doen over de vraag. Laten we dat tentamen eens wat beter gaan bekijken. Goed, ik heb het tentamen geopend en zoals jullie kunnen zien staat de eerste vraag voor mij klaar. En de vragen worden in willekeurige volgorde gesteld. Dus het kan best wel zo zijn dat een student met vraag B begint en de andere met A. Nou, ik begin met vraag C. Nou, laat ik hem eens openen. En in deze omgeving verschijnt op dit moment de vraag.
Dus de casus staat bovenaan en vervolgens staat onderin een tekstblokje waar ik vervolgens mijn antwoord zo meteen ga invullen. Nou, hoeveel punten kan je nou halen voor deze vraag? Dat staat er ook bij. Ik kan 5 punten behalen. Als je uiteindelijk tevreden bent over je antwoord, dan kan je je antwoord opslaan in inleveren. Maar wat goed is om te onthouden, is dat je vervolgens niet meer terug kan naar deze vraag. Dus je kan hem niet meer aanpassen. Ingeleverd is ingeleverd. Nou, ik ga dat even doen. Ik ga hem opslaan en inleveren. Nou, dan komt er een definitief antwoord. Wil je hem wel of niet al inleveren? En ik druk op oké. Nou, vervolgens zien we dus dat vraag C is afgesloten en ik kan dus niet meer terug naar vraag C. Nou, vraag A is vervolgens weer voor mij opengegaan en ik ga beginnen aan vraag A. Wat goed is om te weten, is dat de antwoorden die je geeft elke 2 minuten worden opgeslagen en verzonden gedurende de tijd dat het tentamen loopt. Dus als het tentamen na 2 uur is afgelopen, worden je antwoorden automatisch verzonden. Zorg dat je in je antwoord altijd ingaat op de casus. Dus als je een wettelijke bepaling of een rechtsregel gebruikt, past die dan altijd toe op het concrete geval. Indien je expliciet wil verwijzen naar bijvoorbeeld een overweging van een rechter of van een annotator, neem dit dan niet letterlijk over. Zet het in je eigen woorden. Dit geldt overigens ook voor een wettelijke bepaling. Deze hoef je ook niet in zijn geheel over te nemen. Ik hoop dat jullie een goed beeld hebben gekregen van het online tentamen. Nou, zorg dat je je goed voorbereidt. Sta op tijd op. Log op tijd in op Nestor. Zorg dat je je boeken hebt klaar liggen. Tap je wetboek. Leer je arresten. Leer de relevante stof. En ik wil jullie ontzettend veel succes wensen. Lisa gaat de heer Jensma zo meteen nog een paar vragen stellen over tentamen. Na al deze uitleg over tentamen zullen jullie vast nog met een paar vragen zitten. Daarom heb ik afgesproken met de heer Jensma hier in de kantine van het Harmoniegebouw. En ik ga hem een aantal vragen stellen. De heer Jensma, bent u klaar voor 12 vragen? Even een korte vragenronde. Ik hoop het, ja. Het lijkt wel een tentamen op zich. Maar, ja, mondeling. Mondeling, ja. Ga je gang. Oké, daar gaan we. Wat heb je tijdens het tentamen allemaal bij je? Koffie. Maar vooral de wettensets zijn erg belangrijk tijdens de tentamen. Zorg ook dat je je collegekaart, je studentenkaart bij je hebt voor als je je moet identificeren. En wat zeker ook handig is, is je studentnummer en wachtwoord, omdat je in Nestor moet inloggen om een tentamen te kunnen maken. Oké, en mag je je boek er ook bij hebben? Ja, door de vorm van deze tentamens en de digitale tentamens die je thuis maakt, is in principe toegestaan om alles te gebruiken. Dus ook het internet, maar bijvoorbeeld ook het boek. Maar het is goed om rekening te houden met de tijd. Het tentamen zal toch wel beperkt zijn qua tijd, waarbij je dus niet echt de tijd hebt om veel op te zoeken. Dus zorg dat je vooral ook veel stof paraat hebt, zodat je een beetje vlot antwoord kunt geven. Mag je dan het internet ook raadplegen of een samenvatting gebruiken tijdens je tentamen? Ja, het mag. Ik denk in algemene zin, als je het dan nog van een samenvatting of iets dergelijks moet hebben, dat het misschien ergens anders al misgaat. Maar het kan. We kijken niet bij je mee in de kamer op het moment dat je tentamen maakt. Vragen zullen wel zo gesteld worden dat er vooral kennis toegepast moet worden. Dus er zal niet simpelweg een definitie gevraagd worden waarop je het antwoord makkelijk kunt vinden. Maar het is niet verboden om het internet of samenvattingen raad te plegen. Hoe bouw je nou eigenlijk het beste een antwoord op tijdens het tentamen? Ja, met een open deur beginnen, maar vergeet niet de daadwerkelijke vraag te beantwoorden. En zie nog wel eens dat er veel antwoorden worden gegeven met heel veel uitleg, waar dan nog wel eens een conclusie ontbreekt. Dus echt daadwerkelijk het antwoord geven op de vraag. Dus ja, er is inderdaad sprake van bijvoorbeeld een onrechtmatige daad. Dus op zich ook wel goed om daar altijd mee te beginnen. En dan vervolgens het antwoord uit te leggen waarom is er volgens jou dan sprake van onrechtmatige daad. Als we bij dit voorbeeld blijven, dan de criteria noem waarom je denkt dat die criteria in dit geval van toepassing zijn of inderdaad tot een onrechtmatige daad leiden. En sluit dat dus af met de conclusie als je daar niet al mee begonnen bent. Want het missen van die conclusie, dat kan je zo een punt kosten. Ja, misschien nog wel meer, hè, want het is net zo belangrijk, denk ik, als het onderbouwen van je antwoord. Kijk, het zal nooit voldoende zijn als je alleen maar zegt ja of nee, want, heel kort. Maar leg ook altijd uit waarom. En verwijs daarbij natuurlijk naar de wetsartikelen die van toepassing zijn. Tentamen bestaat uit 10 tentamenvragen, hebben wij begrepen. En zijn die vragen dan vervolgens ook nog verdeeld in deelvragen, zoals een 1A en 1B? Nee, het is de bedoeling dat het echt 10
op zichzelf staande vragen zijn. Kan natuurlijk voorkomen dat er een tweeledige vraag in een vraagstelling zit. Maar het zal niet zo zijn dat je vraag 1a tot en met d of verder krijgt. Waarom moet je tijdens je tentamen nog beschikbaar blijven en voor hoe lang is dat? Ja, dat heeft te maken met de controle op de tentamens. We willen niet dat er gefraudeerd wordt. Sowieso niet de bedoeling, maar ja, omdat we nu niet met elkaar in een grote hal zitten, kunnen we dat minder goed zien. Dus er is voor gekozen om steeksproefgewijs studenten achteraf, dus eigenlijk direct na het tentamen te controleren, een paar vragen over het tentamen te stellen om te zien of het inderdaad de student is die het moet zijn die het tentamen gemaakt heeft. En daarvoor zal je, ik verwacht een uur of anderhalf uur na het tentamen nog beschikbaar moeten zijn. Maar hoe lang dat precies is en wanneer dat precies is, zal ook per tentamen op het voorblad van het tentamen aangegeven worden. Is het een vereiste dat de camera en het geluid van je laptop dan ook werken? Ja, voor de nabelprocedure, dus waar we het net over hadden, na het tentamen, moet inderdaad kunnen controleren dat jij degene bent die tentamen gemaakt heeft en dat kan niet zonder beeld en geluid. Dus daar moet je inderdaad van tevoren wel even controleren of dat allemaal werkt. Heb ik alweer vraag 7. Je hebt natuurlijk een digitale tentamenomgeving voor tentamen ARW1. En is die in het Nederlands of in het Engels? Volgens mij kun je kiezen in Nestor in Student Portal. Maar het tentamen zelf en de informatie over het tentamen zelf zal gewoon in het Nederlands zijn. Is er ook per vraag een maximum aantal woorden dat je mag gebruiken voor je antwoord? Bij ARW1 niet. Dus je kunt hele lange antwoorden schrijven. Daarbij kan het natuurlijk zijn dat je met de tijd in de knel komt. Dus probeer wel snel to the point te komen. Maar er is geen limiet waar je aan moet houden. Kan bij andere tentamens anders zijn, maar kijk daarvoor naar de informatie van die tentamens. Hoe zit het met extra tijd bij het maken van een online tentamen? Ja, als je daarvoor in aanmerking komt, die speciale voorziening, dan moet dat ook bekend zijn bij Uit Mijn Hoofd DOS. En dan heb je daar als student ook een brief van gehad. Als dat zo is, dan heb je recht op extra tijd. Dat betekent dat je aan het eind van het tentamen wat langer door kunt dan de andere studenten. En dat gaat om 10 minuten per uur dat het tentamen duurt. Dus bij ARW1, tentamen van 2 uur, kun je dan 20 minuten langer door. Kun je er tijdens het maken van een tentamen ervoor kiezen het niet na te laten kijken? Ja, dit is een optie, eigenlijk een knop waarmee je aangeeft dat je tentamen niet na wil laten kijken. En mocht je denken, dit gaat hem echt niet worden en je wil geen lage onvoldoende op je lijst. Dat kan, zolang het tentamen nog duurt. Dus het tentamen ARW1 duurt tot 9:30. Tot 9:30 kun je op die knop drukken, daarna niet meer, want dan is het tentamen gesloten. Wanneer kunnen studenten hun cijfer ongeveer verwachten? We doen ons best dat zo snel mogelijk bekend te maken, omdat bij ARW1, en dat is een uitzondering, de herkansing al in hetzelfde tentamenblok is, ongeveer 2 weken na de eerste kans. Maar goed, het gaat wel om meer dan 800 eerstejaars die we nu hebben, dus meer dan 800 tentamens die we na moeten kijken. Dus ik hoop dat het ons lukt om dat binnen een week af te ronden en de cijfers bekend te maken. Oké, we gaan natuurlijk niet vanuit dat studenten hun tentamen niet halen, maar mocht dat nou wel het geval zijn, moeten zij zichzelf inschrijven voor de herkansing of gaat het automatisch? Nee, als je een onvoldoende hebt gehaald op de eerste kans, word je automatisch ingeschreven voor de tweede kans. Oké, dat waren eigenlijk mijn vragen voor u. Heel erg bedankt voor deze inzichten. Dan wil ik jullie allemaal weer bedanken voor het kijken van deze video. We hopen dat jullie hierna het tentamen met genoeg vertrouwen tegemoet zien. Mocht u nou nog vragen hebben, stel deze dan vooral tijdens de werkcolleges in week 7. Dan is mij voor nu niks anders jullie heel veel succes te wensen op het tentamen van woensdag 21 oktober namens de hele vakgroep Algemene Rechtswetenschappen.